We gaan lekker rammen in de piste. Lijkt mij dus heerlijk om te kunnen, hè? Alles even vergeten en lekker drummen. De eerste act die gebruikt letterlijk alles wat ze kunnen vinden op straat om muziek mee te maken. Ze maken dus van rommel een ritme. Hier is Bang! Daar gaan ze, boys. Besloten deze jongens een straatdrumact te beginnen. Nou, die act is inmiddels ontdekt en uitgegroeid tot een show waarmee ze de hele wereld over reizen. En vanavond zijn ze hier. Ze spelen met drums, maar ook met water en vuur. Hier is Lucifer's slagwerk Burst. Goeie techniek wel, hè? Ja. Lekker, man. Nou,
Ram. Oh, ik was echt jaloers op jullie. Is dat ook het allerlekkerste van dit drummen, dat rammen? Ja, je energie eruit, hè? Ja. Helemaal ik los. Ik zag jullie gewoon genieten. Nou, mannen, denk vast even na of je dit duel hebt gewonnen of niet. Kom ik zo bij je terug. Ja, en dan deze heren, die trommelen met afval. Ja. Ja, geef ze nog maar een heel groot applaus, hoor. Ja, want ook jullie straalden zoveel plezier uit. Welke slagwerkact vond onze jury het beste? Wie vond je het lekkerst gaan? Bij welk ritme zat je helemaal mee te deinsen? Kies 1 voor Bang. En kies 2 voor de Lucifers slagwerk Burst. Ga je gang. Hoe is de €2500 verdeeld onder deze twee fantastische acts? Ik zou eerlijk gezegd niet kunnen kiezen. Maar de jury heeft het toch gedaan. Laat de bedragen maar zien. Overleg even snel, mannen. Ja. Wat gaan we doen? Ja, we twijfelen heel hard. Maar ik denk dat we even onze Vlaamse bescheidenheid aan de kant gaan zetten. En we gaan kiezen voor het hoogste bedrag. €1475. Ja. Staat genoteerd. Wat doen deze heren? Ja, daar gaan we. We hebben er zo hard aan gewerkt de laatste tijd. En we zijn er best wel een beetje trots op. Dus ik denk dat we ook gewoon voor het hoogste bedrag gaan. Ja, denken jullie dat je de meeste stem hebt gekregen? Ik hoop. Dat is eigenlijk het enige antwoord dat je met ja moet beantwoorden. Ja. Ja? Dus jullie spelen ook voor €1475. Noteren we dat nu op het scherm achter jullie. Hartstikke idee. Twee fantastische act. Maar één van deze twee partijen heeft de meeste stemmen gekregen. Wie? Dat zien we nu. Daar staan ze, de mannen van Burst. Gefeliciteerd, jongens. Dankjewel. Respect voor elkaar, dat is mooi.